Ja, goedemorgen. Welkom allemaal bij weer een nieuw webinar van Rapid Circle. Elke dinsdagochtend geven wij een webinar. Ah, ik zie dat mensen al terug zeggen goedemorgen. Hallo René en Michael. Ben ik goed te verstaan? Is het beeld goed te zien? Ik zat net nog een beetje te zoeken met mijn lamp hoe ik een beetje goed in beeld ben. Hij geeft af en toe een beetje gele gloed, heb ik het idee. Ik weet niet of dat heel erg is. Goedemorgen, Richard. Wacht heel even, er komen meestal de eerste 2, 3 minuten komen nog wat mensen binnen. Dus ik ga heel even kijken hoe de aanloop is. Maar welkom allemaal, zoals ik net al probeerde te zeggen. Elke dinsdagochtend geven wij een webinar vanuit Rapid Circle. In zo'n 90, 95% van de gevallen ben ik daarbij aanwezig. Of ik presenteer zelf, of ik nodig een collega uit die over een specifiek onderwerp een webinar geeft. Vorige week hebben we het over Teams Events Meetings gehad. Heb je die nog niet gezien? Kijk hem terug. Die was heel interessant over hoe je een Teams kan gebruiken als echt een studio met een background image. En professioneler dan dat Teams dat zelf kan met extra tooling. Ik hoor bij mezelf een klein beetje achtergrondgeluid. Ik hoop dat jullie dat niet horen. Laten wij gaan beginnen. Mijn naam is Freek Terpstra. Ik ben business consultant bij Rapid Circle. Ik zal zo meteen Rapid Circle even voorstellen. Ik geef dus veel webinars. Ik ga veel bij organisaties langs die een stap willen maken naar de Microsoft Cloud. En geef ze dan raad en daad in de gesprekken samen met mijn technische collega's. Vandaag gaan we het hebben over het uitfaseren van Virtual Desktop Infrastructure, VDI. En vooral hoe ziet zo'n proces eruit en hoe kijken wij daarnaar? Dus het is een wat strategischere sessie dit keer. Dus het gaat veel meer over hoe ziet zo'n looppad er ongeveer uit? Waar loop je tegenaan en hoe kan je dat oplossen? Ik kan me voorstellen dat je daar afgelopen heel veel vragen daarover hebt. Of dat je op sommige onderwerpen dieper op in wil gaan. Er zijn andere webinars voor over geweest. Of die komen er misschien nog. Maar het is ook altijd mogelijk om met mij of mijn collega te bellen. Of dat we een 1-op-1 inplannen. Daar zou ik achteraf ook nog even kort bij stilstaan. Dus weet dat en mail mij. Je hebt mijn e-mailadres als het goed is als je hierop uitgenodigd bent. Dus wil je meer weten over bepaalde onderwerpen of thema's, hoe dat voor jou kan betekenen, laat het mij weten. Dan gaan we in een aparte sessie daar dieper op door. Heel kort even over Rapid Circle. Rapid Circle is een organisatie, wij helpen organisaties naar de Microsoft Cloud. We bestaan nu 11 jaar. Dit jaar zijn we weer verkozen tot Microsoft Worldwide Partner of the Year. Wereldwijd dus. Op het gebied van teamwork en team collaboration. Vanwege wat wij gedaan hebben voor verschillende zorgorganisaties op Teams en in ziekenhuizen. We hebben daar allemaal apps voor ontwikkeld. Waardoor de zorg efficiënter en beter ingezet kan worden. En Microsoft heeft ons daarvoor dus beloond voor de Worldwide Microsoft Partner of the Year. Daarna zijn we op 6 gebieden Microsoft Cold Partner. We zitten in het Microsoft Fast Track netwerk wereldwijd. Dat betekent dat wij extra resources krijgen vanuit Microsoft. Dat we met mensen vanuit het ontwikkelteam kunnen praten. Maar ook dat we organisaties kunnen helpen vanuit het Fast Track module van Microsoft. Om bijvoorbeeld exchange migraties of andere zaken uit te voeren. En daarnaast zijn we een snel groeiend bedrijf. We staan nu ongeveer uit 230 medewerkers. We zitten in Nederland. Daar zitten we in onze consultancy tak. Wij helpen organisaties in Nederland, maar ook internationaal. We zitten in India. Daar hebben we een ontwikkelafdeling zitten die veel voor Shell doet bijvoorbeeld. Die heel veel automation maakt in Azure. Die optimalisatieslagen doorvoert. Maar ook die bijvoorbeeld standaard handelingen van de beheerorganisatie uit kunnen voeren. En daarnaast zitten we in Australië met ongeveer 30 man. En die behandelen de Australische markt. En die maken daar allemaal vooral veel Power Platform applicaties. Dus daar zit heel veel Power Platform kennis. Dan heb je een beetje een beeld wat wij als Rapid Circle zijn. En waar we vandaan komen. En hoe we zijn georganiseerd. We helpen organisaties dus naar de Microsoft Cloud. Dat doen we door het onboarden naar de Microsoft Cloud. Dus het hele inrichten van die Microsoft Cloud. Dus Azure, Office 365, Windows 10, EMS. En ook de migratie daar naartoe, dus het inrichten, configureren en migratie van de data. Daarnaast beheren we ook die Microsoft Cloud en optimaliseren we die Microsoft Cloud. En dat is eigenlijk een continu doorgaand iets. Ik zal er later ook nog wel wat over vertellen. Maar het beheren van een cloud-omgeving is heel anders dan een on-premise-omgeving. Sommige dingen gaan makkelijker, sommige dingen moet je anders gaan doen.
En wij hebben daar veel ervaring mee en helpen dus veel organisaties met eerste, tweede en derde lijns beheren. Maar ook vooral het optimaliseren van de Microsoft Cloud, omdat het natuurlijk een maandelijkse dienst is. Kan je continu kan je kijken naar wat hebben we nodig, wat hebben we niet nodig, hoe willen we dingen inzetten en inrichten. We helpen organisaties met het innoveren van hun werkprocessen en de business. Dus echt goed kijken naar wat heeft de organisatie en de business nodig en hoe kunnen we daarop op aanhaken en hoe kunnen we daar ze mee helpen. En een hele belangrijke is de adoptie en change management. Dus hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers ook echt efficiënter gaan werken met de middelen die vanuit de cloud worden aangeboden. En dat ze tevreden zijn met wat ze hebben gekregen. Dat is een hele, hele belangrijke stap in de implementatie. Nou, voor wie doen we dit dan? We doen dit voor veel verschillende organisaties. Ik noemde net al Shell. We werken voor een aantal grote internationale bedrijven, zoals Shell dus, of Tele2, Nationale Nederlanden, Transavia, Heineken. Maar daarnaast werken we ook voor heel veel zorgorganisaties. Het is ongeveer 50-50, denk ik. En in de zorg werken we voor veel ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Erasmus, Leids Universitair Medisch Centrum, Antonius, Gelre Ziekenhuis, die helpen allemaal naar de cloud. En daarnaast ook heel veel zorgorganisaties zoals GGZ Centraal, Intracontour, Arkin, Paarmeijer, Panacea, om een aantal te noemen. En wat daar een beetje tussen valt, omdat we ook veel voor UMC's werken, werken we ook veel voor een aantal voor onderwijsinstellingen, zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, de HVA en ook Hogeschool van Leiden. Maar de onderwijstak is iets kleiner dan de rest. Maar door de UMC's hebben we daar wel veel ervaring mee. Ik zal even de PowerPoint-presentatie met jullie delen. Dan kun je die alvast downloaden. Even kijken, dat is deze. Dus die deel ik nu. Die kun je waarschijnlijk hier zo'n beetje in het scherm staat. Handouts. Als je daarop klikt, dan kan je hem downloaden. Ik zie dat 3 mensen hebben hem al gevonden. 5. En dat... Dus dan kan je hem zelf downloaden. Dat scheelt mij weer mailtjes met de vraag. Kan je de presentatie nasturen? Dan heb ik een vraag aan jullie. Maak jullie organisatie op dit moment gebruik van de virtuele desktop-omgeving? Die deel ik nu. Ik kan me voorstellen dat... dat geeft mij een beetje een beeld waar jullie staan en hoe jullie werken. Als je antwoord er niet tussen staat, dan neem dan het antwoord dat er het dichtstbij zit. En of... Zet even in de chat. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb even geprobeerd om hem een beetje klikbot te maken. Dus ik ben benieuwd of dat gelukt is. Dus ik zie nu een aantal Citrix, een aantal VMware, 1 van Microsoft en 2 mensen die geen virtuele desktop omgeving gebruiken. Nou, hartstikke goed. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan het vandaag hebben over waarom maken organisaties gebruik van VDI-oplossingen. We kijken naar waarom kijken organisaties naar alternatieven en hoe ziet zo'n alternatief er dan uit? En waar moet je dan aan denken? Wat houdt een organisatie dan ook tegen om die stap te maken? En wat kan je daaraan doen als organisatie om die stap toch te maken, eventueel gefaseerd? Dat doe ik aan de hand van onze ervaringen bij andere organisaties. Ik zal ook proberen om tijdens de webinar hier en daar wat praktijkervaringen te benoemen van organisaties waar we de laatste tijd op gewerkt hebben. Mocht je vragen hebben tijdens dit webinar, stel ze in de chat. Hier hebben ze gevonden. Ik ben vandaag in mijn eentje, dus ik zal gewoon blijven kijken naar de chat en ze dan woordelijk behandelen. Als het te veel worden of het zijn te ingewikkelde vragen, dan zal ik daar later even per mail op terugkomen om de vaart uit de webinar niet te halen. Waarom hebben organisaties een VDI-omgeving? We werken bij veel zorgorganisaties. Ik word even afgeleid door een vraag, ik kom er zo op terug, Marcel. We werken bij veel zorgorganisaties, veel ziekenhuizen en we komen heel veel VDI-omgevingen tegen. En de laatste tijd horen we ook heel veel, vooral zorgorganisaties die zeggen we willen van VDI-omgeving af. Hè. Die zitten bijvoorbeeld bij Citrix of bij VMware en die zeggen help ons om van Citrix of VMware af te komen. Nou ligt natuurlijk die vraag altijd genuanceerd. Hè? Wat is nou echt de vraag? Hoe willen zij zo meteen werken? Dus dat willen we altijd als eerste goed ophalen. Hè? Waar loop je nu tegenaan en waar wil je heen? Hoe wil je zo meteen werken en wat wil je de medewerkers aanbieden? En dan gaan we samen kijken naar hoe ziet zo'n pad eruit en hoe ziet zo'n uiteindelijke oplossing eruit? Want in sommige gevallen is het nog heel logisch om wel Citrix of VMware
in het landschap te houden. Dus daar kijken wij eerlijk naar en daar geven wij ook advies in. VDI-omgevingen hebben best wel veel voordelen. Even zodat we allemaal over hetzelfde praten. Een virtuele desktop is een desktop die je op alle devices kan gebruiken. Bijvoorbeeld op een Thin client, wat natuurlijk hele goedkope devices zijn, die goed te onderhouden zijn en heel erg lang meegaan. Maar ook op Bring Your Own Device laptops, die laptops van mensen zelf, waar ze via bijvoorbeeld een Citrix client heel makkelijk een Citrix virtuele desktop kunnen starten. En eigenlijk al hun werk kunnen doen op een eigen device, zonder dat er iets achterblijft op dat device. Dus het is een hele veilige omgeving die je heel makkelijk schaalbaar naar heel veel mensen kan uitrollen. En je hebt één omgeving die je beheert en vervolgens krijgt iedereen diezelfde omgeving en is dat heel makkelijk in beheer. Dus ik heb even op een rijtje gezet. Voor de gebruikers is een voordeel, dus dat de desktop met je meeloopt, dus je kan hem overal gebruiken. Het is altijd en overal snel dezelfde omgeving. Het is gemakkelijk om thuis in te loggen op iedere werkplek. Zakelijk en privé zijn heel duidelijk gescheiden, hè, omdat niks achterblijft op het device. En voor de IT-organisatie is het heel erg controleerbaar, want je hebt een secure schil, zoals ze dat noemen. Hè. Je hebt één Citrix-omgeving waarbinnen een medewerker alles kan doen en die omgeving beheers je en controleer je en beveilig je. En vervolgens heb je gewoon een veilige werkomgeving. Dus het is heel erg beheerbaar en het is ook heel schaalbaar. Als er meer mensen bij moeten komen, dan kan je het vrij makkelijk uitbreiden. Het is veilig, je kan de continuïteit goed waarborgen. Het is een heel erg gecentraliseerd IT, je kan het heel makkelijk vanuit één IT-organisatie heel goed beheren. En het is één omgeving in beheer. Dus eigenlijk heel logisch dat heel veel organisaties daar heel veel gebruik van maken. Ik zal zo meteen uitleggen waarom mensen nu ook, de organisatie ook kijken naar alternatieven. Kijk eerst heel even naar de vraag van Marcel. Ik zie dat je ons, Radboud UMC, als referentie gebruikt. Wat is jullie relatie met ons ziekenhuis? Uit mijn hoofd, maar ik weet het die week helaas niet op detail, hebben we Radboud UMC geholpen met een Teams implementatie. Dus ik weet dat er een aantal medewerkers, collega's van mij, van ons, een beetje aan het werk zijn met Teams. En misschien ook SharePoint aan de achterkant met FileShare migratie. Als je het precies wil weten, kan ik dat uitzoeken. Ik weet dat Michael Bakker, mijn collega, in de chat zit. Misschien dat hij dat weet, dan kan hij daar in de chat op reageren. En ja, Michael zegt klopt inderdaad. Maar we komen nog even op terug. Marianne zegt, veilige werkomgeving is toch ook afhankelijk van de inlogvereisten voor je VDI-omgeving. We gebruiken nu één-factor authentificatie voor inloggen in VDI. Ik vraag me af hoe veilig dit is. Ja, dat klopt. Dus bij een werkplek is het altijd natuurlijk, je hebt verschillende beveiligingsniveaus. En de identity, wie logt er in op dit device en hoe zeker weten we dat die persoon heeft ingelogd, is een hele belangrijke randvoorwaarde. En dat is eigenlijk, ongeacht welke werkplek je hebt, is multifactor authentication een hele belangrijke randvoorwaarde. Al heb je tegenwoordig steeds meer nieuwe manieren van beveiligen van die identity, waardoor multifactor authentication niet altijd meer nodig is of niet op elk moment nodig is. Maar ook VDI-omgevingen moeten inderdaad daarvan is het wenselijk om multifactor authentication te gebruiken. Maar wat ik net bedoelde is, als je dan eenmaal ingelogd bent, dan is een VDI-omgeving wel een fort, zoals we dat wel eens noemen. Dus als je eenmaal binnen bent, dan is daar binnen de muren, ben je in een hele veilige omgeving. Daar kan een hacker niet heel snel binnenkomen. En daarbinnen kan je heel vrij bewegen en werken met collega's. Waarom kijken organisaties naar alternatieven? Nou, dan kijk ik even bijvoorbeeld naar de medewerker. Medewerkers ervaren het vaak als traag. Dat horen wij in ieder geval van organisaties. En ik weet dat daar heel veel achter zit. Hè. Dat ligt aan heel veel zaken. Ligt aan de servers die je gebruikt, aan de processoren die je erin gebruikt. En hoeveel desktops je op zo'n server laat draaien. Het ligt aan internetverbindingen. Het ligt aan ongelooflijk veel, maar wat wij veel horen van medewerkers is dat het traag werkt. Wat we ook vaak horen is dat innovatie minder makkelijk mogelijk is. Hè? Langere doorlooptijden, omdat je zo'n grote omgeving onderhoudt. En je wilt dat heel erg gefaseerd uitrollen.
Je bent ook soms afhankelijk van een Citrix of een VMware wanneer ze met nieuwe functionaliteiten komen. Soms worden zaken tegengehouden. Soms zijn er ontwikkelingen in de markt die een Citrix of een VMware bijvoorbeeld nog niet goed kunnen ondersteunen. Dus daar zit wat vertraging in innovatie. Ik hoor ook wel dat het minder goed werkt op smartphones en tablets. Of de klachten die we van veel gebruikers horen is dat video of audio vaak een probleem is. Dat niet goed af te spelen is of haperig is of helemaal niet werkt. Ook dat heeft natuurlijk weer vele bronnen. Hè. Dat kan zijn omdat het device het niet heeft. Sommige Thinklines hebben geen audio, dus geen speaker of audio connector. Dus ja, dan heb je ook geen audio. Maar soms zijn er problemen op andere gebieden. Ja, het is relatief duur, hè? Want je moet servers en hardware moet je aanschaffen. Je moet dat onderhouden, dus je moet veel technische beheer erop uitvoeren. Je hebt extra licenties voor die VDI-omgeving. Dus er komen veel kosten bij. Marianne zegt nog één beperking, niet goed zichtbaar op twee beeldschermen. Ja, dat hoor je ook vaak inderdaad, een goede. Dat ligt ook heel erg aan hoe je het hebt ingericht en welke videokaarten je gebruikt en dat soort zaken. Maar dat is ook inderdaad zeker eentje. Je moet natuurlijk altijd online zijn om een goede verbinding te hebben om erop te kunnen inloggen. Want een videoomgeving staat natuurlijk op afstand, dus je moet daarmee een verbinding hebben. En je hebt een langzamere vernieuwingscyclus. Dus de ontwikkelingen die gaan wat langzamer, omdat je inderdaad die tussenpartijen ertussen hebt. Je kan thuis niet printen vanuit je VDI-omgeving. Ja, goed. Dankjewel, Marianne. Laat ze komen. Of Marianne, sorry. Zonder E. Dat gebied zijn er natuurlijk nog wel meer. Ja, nee, laat ze komen. Ik neem ze allemaal mee. Dankjewel. En hoe ziet een alternatief eruit? En dan ga ik voornamelijk uit naar wat wij veel bij organisaties zien en horen waar zij nu mee bezig zijn en wat ze aan ons vragen en wat wij nu bij hun aan het implementeren zijn of hebben geïmplementeerd. Ik kan me voorstellen, ik zie een vrij breed scala aan verschillende soorten organisaties. Ik zie ziekenhuizen, ik zie zorgorganisaties, ik zie onderwijsinstellingen. Dus er zijn verschillende type organisaties. Dus ik kan me voorstellen dat niet alles bij jullie kan of past of lukt. Dus stel daar ook gewoon vragen en laat je inspireren. En laten we samen kijken hoe we daar wat voor jullie relevant is. Wij hebben veel onderzoek gedaan bij veel organisaties. Dus als wij met een project bezig zijn, zeker met een werkplekproject, dan is het altijd belangrijk om die medewerker mee te krijgen en dus goed te begrijpen. Wie is die medewerker dan? Wat heeft hij nodig? Hoe werkt hij nu? Hoe wil hij werken? Hoe kan hij zo meteen werken? Wat is er latent aanwezig? Dus wat weet hij nog niet dat hij wil, maar wat al zo meteen mogelijk is, wat hem zo meteen heel veel waarde gaat opleveren. Dat zijn natuurlijk in basis hele lastige dingen, maar als je het heel vaak gedaan hebt, wordt het natuurlijk wel weer makkelijker. En als je kijkt naar wat hebben medewerkers nou nodig, wat willen zij, dan willen ze snel toegang hebben. Hè? Ze willen snel kunnen starten en ook snel toegang. In ziekenhuizen wil een arts bijvoorbeeld heel snel in het EPD zijn en in een zorgorganisatie wil een zorgmedewerker heel snel in het ECD zijn. Of die wil heel snel in Infoland zijn bij de juiste documenten of protocollen. Of als er een incident is geweest, wil die persoon heel snel in een appje een incident kunnen melden. Die ook meteen afgehandeld en verwerkt wordt. Ze willen een werkplek die altijd werkt en die persoonlijk is. Dus die persoonlijk aanvoelt, maar die ook naar je eigen persoonlijke wensen kan aanpassen. Dus bepaalde appjes eraan toevoegen of bepaalde appjes weghalen of de volgorde veranderen of programma's installeren. Hoe je zaken inricht of de instellingen die voor jou toepasbaar is. Of überhaupt de device. Dus sommige mensen werken liever op een Mac of sommige mensen werken liever op een Windows of sommige mensen werken liever op een smartphone en dan Android of iOS. Dus je ziet dat heel veel mensen tegenwoordig heel veel persoonlijke wensen hebben in hoe zij werken in een werkplek. En verwachten eigenlijk ook op hun werk dat daar aan voldoen kan worden. Want thuis kan het toch ook, want mijn zoon heeft een Android en ik heb een iPhone of een iPad en er staat nog ergens een Mac. Dus mensen verwachten dan zo'nzelfde soort landschap ook op het werk. Daarnaast verwachten ze dat het wel een veilig systeem is. Dus mensen willen geen zorgen maken over ben ik nu per ongeluk een security breach aan het starten? Zo noemen we het dan anders. Maar deel per ongeluk nu data die ik niet mag delen. Ben ik nu per ongeluk iets aan het doen waardoor we gehackt kunnen worden? Dus mensen zijn daar best wel, merk ik in gesprekken, vaak bang voor. Van ja, ik weet thuis wel heel goed wat ik moet doen, maar in de werkomgeving niet.
Dus ik hoop wel dat het goed beveiligd wordt, dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken, dat ik niet per ongeluk iets verkeerds doe. Nou, ze willen natuurlijk een eigen profiel die hun overal volgt en dat het overal werkt. Dus dat je ook bij een cliënt thuis kan werken en dat je ook thuis kan werken. En ze willen vooral veel dingen zelf kunnen doen en regelen. Dus niet dat ze voor alles wat ze willen doen de servicedesk moeten bellen. Hè, voor een wachtwoord reset of om toegang te krijgen tot een bepaalde applicatie. Of om bepaalde data te kunnen delen met iemand. Of toegang te krijgen tot een map of iemand anders toegang te geven tot een bepaalde map. Medewerkers willen heel graag daar zelfredzaam in zijn. Dat ze dat zelf kunnen doen. En dat is ook natuurlijk het voordeel als je een werkplek aan kan bieden die persoonlijk is. En die ze kennen en vertrouwen en goed weten hoe dat werkt. Dan kunnen ze dus ook al heel veel dingen zelf doen. Dus ze hoeven dan niet voor problemen snel te bellen naar de service desk. Omdat ze zelf de mogelijkheden hebben om dingen aan te passen. Een vraag van Marian. Zien jullie vaak dat vanuit beheer Intune wordt misbruikt als tool om heel veel zaken alsnog dicht te zetten? Om zo alsnog VDI-achtige situaties op te zetten? Ja, vind ik wel een interessante vraag inderdaad. Dus even voor de mensen die dat niet kennen. Met Intune kan je Windows 10 en mobiele devices in beheer nemen. Dus je kan dan een Windows 10 laptop uitgeven aan medewerkers. En je kan ervoor zorgen met Intune dat die helemaal wordt ingericht naar de maatstaven van de organisatie. Dus de juiste security instellingen. Dus dat de data bijvoorbeeld encrypt wordt die erop staat. Dat er multifactor authentication wordt afgedwongen. Maar dat er vervolgens alles via SSO wordt aangeboden, alle applicaties. Dat er applicaties geïnstalleerd zijn, ik weet niet of ik dat net al zei. Dus je kan die hele omgeving kan je goed inrichten. En nu is de vraag, wordt dat nu ook misbruikt om daarna het weer zo dicht te zetten dat de medewerker uiteindelijk weer niks kan? Die wens hoor je vaak wel. Beheerorganisaties zijn vaak wat traditioneler. Ik hoop dat niemand tegen de schenen schopt, maar en conservatiever. En dat heeft vaak ook een reden, hè, want het is hun verantwoordelijkheid dat alles goed blijft draaien. Dus als zij daar te opportunistisch in zijn en het gaat zo meteen fout, dan zijn zij het wel degene die het gedaan hebben. Dan krijgen zij heel veel klachten. Dus het is goed dat ze goed nadenken over wat mag een medewerker wel aanpassen en wat mag een medewerker niet aanpassen. En het dunne lijntje waar je op balanceert is altijd op gebruiksvriendelijkheid en security en beheer. Dus wat zet je dicht omdat het voor veiligheid belangrijk is? Of wat zet je dicht omdat het dan makkelijk beheerbaar is? Maar hoe zorg je ervoor dat je dan niet te ver doet dat de medewerkers gefrustreerd raken en eigenlijk weer het gevoel hebben dat ze niks kunnen doen? Nou, het voordeel is natuurlijk wel dat in een Intune-omgeving vaak ook volledig het Office 365-pakket wordt uitgerold, waardoor medewerkers online heel veel kunnen doen met de Exchange Online, met OneDrive, met Teams. Dus ze krijgen wel heel veel vrijheid in de applicaties die ze krijgen en in de manier van werken die ze krijgen. En de Windows 10-omgeving die zou eventueel wat strakker dichtgezet kunnen worden. Soms krijgen we het verzoek om ervoor te zorgen dat de USB-poorten bijvoorbeeld afgesloten worden. Dat je er een USB-stick in doet en dat je laptop dan daar niks kan doen. Dat is een afweging die wij altijd met de organisatie maken. Dus we zien wel dat die vragen vaak binnenkomen. Maar vaak gaan we dan in een webinar of in een sessie gaan we er dan wel goed doorlopen. Wat is je angst? Waarom zou je deze maatregelen willen nemen? En is deze maatregel dan wel de meest accurate? En want als je bang bent dat iemand een USB-stick erin doet en data eruit haalt of data erop zet of dat er per ongeluk een virus op komt, dan zijn er vanuit Microsoft ook heel veel andere tools waarmee je dat ook heel goed kan beveiligen. Dus dan hoeft die USB-stick niet, in principe niet afgesloten te worden. Dus dat is altijd, voor ons altijd onze rol is om naar die bron terug te gaan, om goed te achterhalen waarom wil je hem zo dichtzetten als dat je wil? En is dat logisch? En daar komen we eigenlijk altijd wel uit. Ik hoop dat dat een goed antwoord is op je vraag. Nou, als je kijkt naar de beheerders, hè, wat is er dan voor de beheerders aan? Wat willen zij? En dat is altijd wat diffuus natuurlijk, want de ene wil dit meer, de andere wil dat weer. Maar de dingen die we veel horen is dat ze eenvoudiger beheer willen, dus minder repetitief taken, minder saai werk ook, dus minder zaken die de hele tijd terugkomen, minder doorwerken in het weekend. We horen wel eens van beheerders, hè, dat ze dan eens in zoveel tijd moeten ze een heel weekend doorwerken om een grote update uit te voeren, of omdat er een grote migratie is, of omdat er iets spannends staat te gebeuren. Dus ze willen vooral blije gebruikers. Dus als ze niet alleen maar klachten krijgen en dingen die niet kunnen, maar dat ze eigenlijk veel meer
een regiefunctie kunnen nemen en naar de business kunnen luisteren. En mensen kunnen gaan helpen met de vraag die ze hebben. En echt innovatie kunnen toevoegen aan de organisatie. Waardoor de organisatie efficiënter en slimmer kan gaan werken. En kan gaan samenwerken. Zodat ze de organisatie verbeteren. En dan krijg je een veel leukere baan. Omdat je dan echt die dialoog aangaat. En echt waarde kan toevoegen. In plaats van dat je alleen maar dingen aan het repareren bent. In een oude omgeving die eigenlijk niemand wil. En dan zeg ik hem even expres wat gechargeerd. Ze willen wel wendbaar zijn en ze willen vooral dat uitrolproces zo eenvoudig en geautomatiseerd mogelijk hebben. Dat ze daar weinig handelingen aan hebben. Marianne zegt, we zien nu vooral dat het aanschaffen en verwijderen van apps wordt geblokkeerd. Is inderdaad meer een beheerissue dan dat het gaat om veiligheid. Ja, precies. Het aanschaffen of verwijderen van apps, dat is heel goed te managen. Dus dat hoeft in principe niet eens afgesloten te worden. Ik neem aan dat het gaat om smartphones en tablets. Dus wij kennen zeker organisaties die dat gewoon openlaten. Dus dat ze zeggen, nou, dit is het setje applicaties die je van ons krijgt, doe ermee wat je wil. Voor de rest mag je alle applicaties installeren. Alleen wij doen er voor de rest niks mee, we beheren het niet. En eventueel is er een blacklist van applicaties die we er echt niet op willen zien. Dat kan. Maar dat is zeker op andere manieren in te richten. Dus je ziet eigenlijk een verandering van traditionele IT naar moderne IT gaan. Het zal waarschijnlijk niet nieuw zijn voor jullie. Je gaat van één soort device, bijvoorbeeld de hele organisatie heeft 10 clients met een VDI-werkplek, naar veel meer een beschikbaar op elk device. Dus iedereen loopt rond met een smartphone en of een tablet. Mensen werken op een laptop en heel af en toe loggen ze in op een flexplek met een groot scherm om dingen uit te werken. Dus je gaat vanuit een ICT georganiseerd veel meer naar een gebruiker georiënteerd. Dus veel meer kijken naar wat heeft die medewerker nodig en hoe kunnen we die daarin in bedienen. En je gaat dus ook vanuit een bedrijfsnetwerk en legacy applicaties veel meer naar cloud en naar SaaS applicaties. Mijn excuus. Dus veel meer, hoe kunnen we applicaties overal aanbieden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de cloud ons versterkt. En je gaat veel meer vanuit handmatige werkzaamheden en heel veel updates en patches toevoegen, naar veel meer zaken geautomatiseerd doen. En dus van reactief naar proactief. Dus dat je veel meer vooruit gaat kijken, wat hebben we in de toekomst nodig als organisatie? En waar moeten wij als organisatie over 10 jaar staan? En welke IT-keuzes moeten we daarin nu maken? Maar ook in het beheer, wat ik de laatste tijd veel zie, is dat we tools gebruiken om te kunnen voorspellen wanneer bepaalde laptops gebreken gaan krijgen. Zodat je al een harde schijf of een accu of een beeldscherm kan vervangen, nog voordat de medewerker aangeeft dat die harde schijf of beeldscherm kapot zijn gegaan. En je gaat dus van eigen datacenters beheren, veel meer naar self-service en uit het cloud halen en daar het optimale uit gebruiken. Nou, hoe ziet zo'n werkplek er dan uit? Daar gebruik ik dit plaatje altijd voor, omdat ik hem altijd wel duidelijk vind. Dus in de midden zetten we die gebruiker neer. Die heeft het device wat op dat moment bij hem past. Dat kan zijn omdat het bij mij als persoon past. Omdat ik nou heel graag iPhone gebruik, of heel graag Android gebruik, of heel graag Windows gebruik. Maar het kan ook zijn omdat het in mijn werk op dat moment het beste past. Dus een zorgmedewerker die op bezoek gaat, extramurale zorg bij een... Bij een cliënt, die wil misschien aan het eind heel snel even de uren invoeren en een kort verslag doen. Nou ja, dat kan dan misschien op dat moment het beste op een tablet of op een telefoon. Maar is diezelfde zorgmedewerker, moet een rapport schrijven of een visiestuk schrijven, dan wil die misschien achter een flexwerkplek zitten met een groot scherm. En wil die persoon zijn mail bijwerken, dan wil die misschien thuis zitten achter zijn eigen laptop en met een lekkere koffie, met eigen lekkere koffie. En gewoon echt even goed geconcentreerd kunnen, heel veel acties en taken weg kunnen werken. Dus je ziet dat die medewerker, die gebruikt verschillende werkplekken types achter elkaar. Dus er is niet meer één medewerker, heeft altijd één type werkplek. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Waar we net al over hadden, die worden natuurlijk beheerd en uitgerold. Dat doen wij tegenwoordig veel met Intune. Dus de mobiele werkplekken en de laptops en alles wordt uitgerold via Intune. En in beheer genomen op basis van autopilot. Er zit heel veel automation en heel veel dashboarding in. En die beheerorganisatie krijgt eigenlijk een heel goed overzicht over het hele device-landschap en hoe dat ervoor staat, hoe veilig het is, hoe vaak het gebruikt wordt. Je kan dus ook heel goed zien welke devices niet of nauwelijks gebruikt worden
Autopilot is een onderdeel van Intune waarmee je laptops kan inrichten. En eigenlijk zorgt Autopilot ervoor dat in principe dat je een laptop uit de doos kan pakken. Je geeft hem aan een zorgmedewerker mee. De zorgmedewerker opent die laptop, vult zijn e-mailadres en een wachtwoord in. En automatisch wordt dan die hele laptop geconfigureerd naar de maatstaven van de organisatie. Dus je hebt als IT-organisatie eigenlijk helemaal geen werk er meer aan. Je hebt gewoon het profiel klaargezet en de IT-organisatie hoeft die laptop niet aan te raken. Dus de laptop zou in principe zelfs van HP of Dell direct bij de medewerker thuis bezorgd kunnen worden. Zonder tussenkomst van iemand van IT. Dat doe je op basis van Autopilot. Nou, als je kijkt dan naar, dus zo beheer je het. Daarnaast heeft de medewerker natuurlijk heel veel applicaties. Dus ik heb hier een voorbeeld van zorg. Dus de Intune hoeft er dan nog niet op te staan. Dus dat werkt op een andere manier. We hebben daar een andere webinar over gehouden. Als je daar meer over wil weten, dan kom ik daar graag een keertje bij je op terug. Maar door de eerste keer in te loggen, wordt Intune eigenlijk als het ware meteen geïnstalleerd. Als ik het even simpel zeg. Maar aan de achterkant wordt dat allemaal geregeld met codes en dat soort zaken. Als je kijkt naar een werkplek, is het natuurlijk veel meer dan alleen maar Windows 10 of iOS. Het gaat juist om de data en de applicaties die erop staan. En die worden natuurlijk aangeboden. Zoveel mogelijk SaaS of in native applicaties. Dus op iOS en Android met echt hard geïnstalleerde applicaties. En zie je dat heel veel organisaties nog een aantal legacy applicaties hebben, zoals ze dat heten. Zoals ze dat noemen. Dat zijn de applicaties die dus op een server staan. Of die echt als client geïnstalleerd moeten worden. En die nog een backend hebben die op een server staat. In een SQL database of dat soort zaken. Daar moet je vaak wat mee in zo'n nieuwe werkplek. Dus die moet je op een andere manier aanbieden. Bijvoorbeeld vanuit de cloud. En daar zijn verschillende oplossingen voor. En daar heb ik zo meteen wat meer over. En daarnaast heb je natuurlijk de CISO, die dus verantwoordelijk is voor de security. Dus die wil ervoor zorgen, waar Marianne het net al over had, over multi-factor authentication. Dus dat je wat meer moet inloggen dan alleen maar je gebruikersnaam en wachtwoord. Zodat de omgeving echt weet dat jij het bent. Azure Information Protection bijvoorbeeld, om data te beveiligen. Dus met Azure Information Protection kan je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een Word-document zo beveiligd en encrypt wordt, dat als je het op een USB-stick zet, je vliegt ermee naar China en je opent daar het Word-document, dat je gewoon er niet bij kan. Dus het document wordt helemaal versleuteld en je hoeft niet naar China te gaan. Dat ook als je gewoon op je eigen laptop hem opent, op je privé laptop hem opent en je bent niet ingelogd als een gebruiker van de organisatie, dan kan je het document niet openen. Dus je kan helemaal het hele document tracken, precies wanneer is hij geopend, door wie is hij geopend, hoe vaak wordt hij geopend, hoe vaak is hij geprobeerd te openen door mensen die er geen toegang toe hebben. En die regels kan je continu aanpassen. Maar ongeacht waar het document staat, dat is denk ik belangrijk om te weten, is die de beveiliging. Dus je kan een Word-document beveiligen en zeggen, dit document is alleen maar voor intern gebruik. En je e-mailt het document naar een externe. Als die dan probeert het Word-document te openen, dan krijg je gewoon een melding dat hij geen toegang heeft. Totdat die lock eraf gaat. En als jij dan dus op jouw document, op jouw computer aangeeft, hij mag nu wel door externe bekeken worden, vanaf dat moment kan die persoon naar wie jij hem gisteren gemaild hebt, dat document ook ineens openen. Dus die connectie blijft gewoon bestaan. Dus dat is wel heel erg krachtig. En daarmee kan je dus heel veel veiligheid in je organisatie inbrengen. Dus vooral veel zorgorganisaties en gemeentes kijken daarnaar, omdat ze veilig willen mailen. En ze willen ervoor zorgen dat ze veilig data kunnen uitwisselen. Dus daar wordt dit veel voor gebruikt. In zo'n werkplek zie je tegenwoordig ook steeds vaker dat Office 365 natuurlijk een belangrijk onderdeel vormt. Waarbij Teams natuurlijk een vlucht heeft genomen afgelopen jaar. Een vlucht in hoeveel functionaliteit Microsoft er heeft toegevoegd. Maar ook een vlucht in hoeveel organisaties tegenwoordig gebruiken. Doordat we nu massaal thuiswerken al sinds maart. Ja, tussendoor mochten we heel eventjes wel terug, maar grotendeels hebben de meeste mensen het afgelopen jaar thuis gewerkt. Zie je dat heel veel organisaties Teams gebruikt hebben. En zie je dat daardoor ook steeds meer andere diensten gebruikt gaan worden. Dus je ziet dat steeds meer organisaties ook een file-share migratie naar SharePoint doen. Zodat je in Teams kan samenwerken aan documenten. Organisaties die nog geen mail hadden gemigreerd, die zetten nu ook hun mail in de cloud. Zodat Teams beter werkt. Organisaties zijn bezig met OneDrive. Dus je ziet dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de hele Office 365 omgeving. Als onderdeel van de werkplek.
Nou, ik had het al over die werkplek, dat die dus verschillende verschijningsvormen heeft. Dus dat één medewerker soms in verschillende werkplekken werkt. Ik heb hier dat geprobeerd schematisch weer te geven aan de hand van een voorbeeld van een ziekenhuis waar wij mee hebben gewerkt. Hoezo werkt Teams beter als je mail in Exchange staat? Nou, dat komt omdat Exchange Online is eigenlijk een randvoorwaarde om Teams goed werkbaar te maken. Dus binnen Teams kan je bijvoorbeeld zien wanneer iemand online is. Je kan met elkaar chatten. Je kan in Teams kan je een online vergadering aanmaken met een link. Dat als je daarop klikt, dat je daar meteen op inkomt. Voor dat soort functionaliteiten is een Exchange Online is nodig. Of op zijn minst hybride. En als je Exchange volledig nog on-premise hebt staan, dus op je eigen servers hebt staan, dan mis je gewoon functionaliteit in Microsoft Teams. Inmiddels hebben we wel manieren gevonden om Teams dan nog steeds even goed beschikbaar te maken. En de meeste functionaliteit. Maar dat is niet altijd een 1-2'tje. Dus en voor de medewerkers is het dan vaak ook wel wat ingewikkelder. Dus eigenlijk is Exchange Online is randvoorwaardelijk om Teams goed in te zetten. Dus dit is een voorbeeld aan de hand van wat we voor een ziekenhuis gemaakt hebben. En hier zie je bijvoorbeeld dat een werkplek, een telewerkplek, dus een werkplek buiten je locatie. Dus dat is bijvoorbeeld als iemand op andere locatie werkt. In een ziekenhuis zie je dat soms, dat een arts is ook bijvoorbeeld onderzoeker. En die werkt soms ook dan bij een bevriende universiteit waar die dan werkt. Of die werkt vanuit huis. En dan werkt hij soms ook op een bring your own device, dus op eigen laptop of op eigen computers thuis. En dat kan dan ook een Mac zijn bijvoorbeeld, of sommige mensen werken zelfs op Linux. De computer on wheels is eentje die we in veel ziekenhuizen natuurlijk zien. Dus dat zijn karretjes waar een computer op staat, waar een arts een pasje tegenaan houdt of oplegt. En dan is hij meteen in het EPD, kan hij meteen noteren wat er gezegd of gedaan is. En hij loopt naar de volgende locatie. Daar staat ook weer een computer on wheels. Klikt hij ook weer met een pasje tegenaan en kan meteen weer doorwerken. Maar die gaat soms ook naar zijn kantoortje, met zijn bureau. En op zijn bureau heeft hij daar zijn eigen laptop zitten waar die kan werken. Dat is een vaste computer, 1-op-1 relatie. Dus dat is echt van hemzelf en daar kan hij op werken. Maar er zijn ook flexwerkplekken soms. Dus dat zijn misschien behandelkamers waar patiënten komen voor een gesprek. Dus je ziet dat zo'n arts doorloopt verschillende werkplekken. Hij zou ook een researcher kunnen zijn, dus onderzoek doen. En dat heeft misschien juist weer hele specifieke toepassingen nodig, die hij niet nodig heeft als hij zo'n rondje loopt, maar wel nodig heeft als hij onderzoek doet naar een bepaald medicijn of een bepaalde aandoening, om een bepaalde correlaties uit te zoeken of dat soort zaken. Dus dan heeft hij SWG6 of andere tooling nodig. Dus zo zie je dat een medewerker verschillende type werkplekken nodig heeft. En eigenlijk wil je op elke plek waar je inlogt, wil je de werkplek hebben die op dat moment bij jou past. En dat je precies kan doen wat je daar zou willen doen. Dus de idee, we maken één werkplek voor de hele organisatie. En iedereen werkt altijd op elke plek op diezelfde werkplek. Dat begint wel steeds minder relevant te worden. In zowel zorg als onderwijs, als ziekenhuis, als bij manufacturing. Maar iedereen krijgt wat hij nodig heeft op het moment wat hij nodig heeft. Daarvoor is het belangrijk dus om die medewerker goed te begrijpen. Dus om daar persona's van te maken en goed te begrijpen. Welke type devices gebruikt hij? Hoe vaak gebruikt hij die devices? Waar loopt hij nu tegenaan? Dus wat zijn de frustraties? Maar wat wil die persoon? Hè? Dus hoe wil die zo tegenaan werken? Wat zijn voor zijn verantwoordelijkheden? Hoe wil die in het adoptieproces meegenomen worden? Want de secretaresse heeft andere behoeftes dan een arts. Die heeft ook andere tijdsindeling. Dus de secretaresse kan misschien makkelijker naar een training. Terwijl een arts zegt, nou, ik ben zo druk. Als je in het wekelijks overleg in 10 minuten uitlegt op welk knop ik moet drukken, dan ben ik al hartstikke blij. Dus wij gaan altijd op zoek naar de karakteristieken per persona. Wat heeft een medewerker nodig qua werkplek? Maar zeker ook, hoe gaan we het uitrollen en ze meenemen in deze verandering? Dat is erg belangrijk. Waar ik het net al over had, je hebt natuurlijk veel organisaties hebben legacy applicaties. Legacy applicaties zijn, zoals ik net al zei, applicaties die on-premise staan en een afhankelijkheid hebben met iets anders. Dus die zijn geen SaaS-applicaties. Er zijn geen applicaties die je op je mobiele telefoon kan inrichten. Sorry, ik heb een beetje jeuk aan mijn neus. Ik hoop niet dat jullie het vervelend vinden. Ik had laatst echt gezien dat onbeleefd is tegenwoordig in meetings online. Dus die legacy-applicaties, daar moet je wat mee in dit nieuwe systeem. Want die kan je niet makkelijk uitrollen met Intune naar een Windows 10-computer. Dus daar moet je een andere oplossing voor bedenken.
En legacy applicaties is het grootste argument voor veel organisaties om in een VDI-omgeving te blijven. Omdat je in de VDI-omgeving kan je dat heel goed inrichten. Kan je ook voor zorgen dat de applicatie en de database heel dicht bij elkaar staan. En dat het heel goed wordt aangeboden aan de medewerker. Een slokje water. Oké, Marianne zegt dat mijn beeld stilstaat. Ja, ik zie mijn beeld wel bewegen. Als andere mensen daar ook last van hebben, laat het mij even weten, want dan weet ik dat. Dus wat zie je als trends? Je ziet in de trends zie je dat er een enorme consolidatie bezig is. Dus heel veel organisaties zijn bezig om te kijken naar hoeveel applicaties hebben we nou eigenlijk? En hebben we die wel allemaal nodig? Want voor je applicatie heb je een applicatiebeheerder nodig, je hebt een applicatieserver nodig, je hebt een functioneel beheerder nodig, je krijgt er vragen over. Dus je hebt vragen in de eerste lijns hulp, tweede lijns hulp. Je hebt misschien een leverancier waarmee je moet afstemmen. Dus de consolidatie is de eerste stap die organisaties nemen. En die gaan kijken welke applicatie hebben we echt nodig en welke hebben we niet nodig. Vervolgens zie je gaan kijken welke applicaties kunnen we vanuit SaaS aanbieden. Dus zijn er equivalente applicaties die SaaS aangeboden worden, of heeft dezelfde applicatie ook een SaaS variant, waardoor je minder afhankelijk bent van die on-premise omgeving en dus ook al servers kan afbouwen. Anyplace, anywhere, any device is natuurlijk een belangrijke wat de organisaties willen aanbieden. En je wilt toch wel op Windows 10 zitten, omdat veilig is. En Windows 7 is niet meer veilig. Dus je ziet natuurlijk dat alle organisaties nu Windows 10 hebben geïmplementeerd. Of nu bezig zijn met Windows 10 te implementeren. Dus als we als strategie nemen, een cloud first en een cloud only. Of een cloud only strategie. Dus we kiezen voor cloud tenzij, betekent dat eigenlijk. Veel organisaties accepteren dat nu nog niet alles naar de cloud kan. Maar dat ze wel een lange termijn visie hebben van dat is waar we heen willen. We gaan daar in stappen naartoe en we gaan kijken wat er allemaal al wel kan. Dus welke doelgroepen binnen onze organisatie kunnen al wel naar de cloud en welke doelgroepen zijn nog echt afhankelijk van on-premise applicaties. En hoe gaan we daar dan mee om? En je ziet dan dus dat je vaak een hybride omgeving krijgt, een werkomgeving. Dat sommige medewerkers, bijvoorbeeld de secretaresse, al een Windows 10 device krijgt die ingericht is met Office 365 en die helemaal lokaal werkt en eigenlijk al de werk helemaal kan doen. En bijvoorbeeld een verpleegkundige of een arts die nog volledig in een VDI-omgeving werkt. In ieder geval als ze de ronde doen op de locaties. Maar misschien juist weer als ze op de vlekwerkplek werken of op een eigen computer of op een privécomputer thuis. Dat ze dan juist ook wel weer een cloud-werkplek krijgen. En aan de achterkant knopen we dat allemaal aan elkaar vast. Zodat ze daar geen dataverlies hebben of geen last van hebben. Dus dat is wat je veel ziet. En ik gebruik nu elke keer een ziekenhuis als voorbeeld. Maar het exact hetzelfde werkt natuurlijk voor een zorgorganisatie. We hebben een paar weken geleden hebben Zorggroep Noord-West-Veluwe in ons webinar gehad. En die hebben helemaal uitgelegd hoe zij dit hebben aangepakt. En die hebben precies dit gedaan wat ik hier vertel. Dus die hebben de applicaties geconsolideerd. Dus heel veel applicaties afgescheiden genomen. En wat ze nog overhielden, dat hebben ze versaasd. Dus alle applicaties worden SaaS aangeboden. Alle medewerkers hebben een mobiele telefoon gekregen. Alle Tinklines zijn eruit en die zijn vervangen voor Windows 10 devices. En op deze manier werkt dus de hele organisatie nu op een moderne manier. Waarbij mobile is de standaard, daar gaan ze vanuit. En als je meer wilt, dan ga je naar kantoor, dan werk je op een Windows 10 computer. Die gemanaged wordt door Intune. En als je thuis wil werken, dan log je gewoon in via de browser en kan je vanuit daaruit al je werk doen. Maar die applicaties die dus nog on-premise staan, en bijvoorbeeld ziekenhuizen hebben daar nog heel veel van, maar ook zorgorganisaties, sommige zorgorganisaties hebben ook nog vele legacy applicaties, daar moet je wat mee als je dit wil gaan aanbieden. Nou, dat kan natuurlijk door te virtualiseren, dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door RDS of SSCM, dus dan doe je het via on-premise. Via Intune kan je ervoor zorgen dat bepaalde applicaties op de device zelf worden geïnstalleerd. Dus dat doen we ook, dat belangrijke applicaties gewoon geïnstalleerd worden op die computer en dat ze op je bureaublad terechtkomen en dat als je ze aanklikt, dat je hem lokaal draait. En voor de applicaties die echt virtueel aangeboden moeten worden, dus die echt vanuit de server aangeboden moeten worden of die je heel dicht bij de database, bij de backend wil hebben, daarvoor kan je dan Windows Virtual Desktop gebruiken. Dan bied je hem aan vanuit Azure. En de gebruiker krijgt dan op zijn desktop een icoontje.
En die dubbelklik op die icoon. En dan wordt een applicatie gestart. En dat voelt dan alsof het een lokale applicatie is die op de computer draait. Maar eigenlijk draait die vanuit de datacenters van Microsoft. En wordt de applicatie daar getoond. En de ervaring voor de medewerker, in een andere webinar hebben we dat laten zien, is echt alsof het lokaal draait. Je kan gewoon kopiëren en plakken. Audio doet het gewoon. Je kan gewoon printen. Dus alles wat je wil, kan je ermee doen. Dus die koppelingen zijn allemaal te maken. Het enige verschil is dus dat het niet lokaal staat, maar op afstand. Je kan natuurlijk ook andere aanbieders gebruiken. Je kan Citrix gebruiken. Citrix heeft Citrix Xenapp. Je kan VMware gebruiken. Je hebt ook Nutanix, zoals vroeger Frame, die dit heel goed kan. En zo zijn er nog veel meer aanbieders die dit kunnen doen. Citrix heeft ook... Windows... excuus, ik ga eentje te ver. Dus Windows Virtual Desktop heeft als voordeel dat het in je standaard licentie zit van Microsoft. Dat je zowel een hele volledige desktop kan virtualiseren of een hele specifieke applicatie. Je kan Windows 10 in multi-session virtualiseren. Dus je kan ervoor zorgen dat meerdere gebruikers van dezelfde Windows-omgeving gebruik maken. Dat is veel optimaler voor je resources van de geheugen en processor. Waardoor je dus veel sneller en veel schaalbaarder bent. In Windows Virtual Desktop heb je ondersteuning van Windows 7. Dus je kan dan dus nog steeds een veilige Windows 7-omgeving aanbieden aan je medewerkers. Het is bewezen technologie, want het is de opvolger van de RDS. Wat sommigen van jullie misschien wel kennen. Het is een platform as a service. Dus alles wordt voor je eigenlijk al standaard ingericht, beheerd, onderhouden. Dus je hoeft veel minder zelf te doen. En het wordt aangeboden vanuit Azure. En daarnaast heb je Citrix Workspace. En Citrix Workspace kan ook vanuit Azure worden aangeboden. En in Citrix Workspace krijg je eigenlijk een portaal. En in die portaal zie je alle applicaties. Die kunnen SaaS zijn, die kunnen legacy applicaties zijn. Maar dat kan dus ook een volledige desktop zijn. Alles in één portaal. En vanuit dat portaal kan je dus al die applicaties benaderen. In dat portaal kan je overal vandaan benaderen. Dus die kan je van een smartphone of een tablet benaderen. Of vanuit je browser of vanuit een thin client. Dus de Citrix Workspace is eigenlijk weer een laag bovenop Windows Virtual Desktop. Dus voor sommige organisaties implementeren we Windows Virtual Desktop. Dan is het helemaal prima. Dat is goed te beheren en voldoet aan alle wensen en eisen. En sommige organisaties hebben meer nodig dan dat. En dan is Citrix Workspace een interessante. Omdat je daar een volledige omgeving krijgt waarin de medewerker alles kan doen vanuit één omgeving. En alles aan elkaar gekoppeld is. Dus in sommige gevallen kan dat handig zijn. Dus als je dan kijkt naar... is er Virtual Desktop een soort SaaS-variant van VDI? Ja, zo zou je het kunnen noemen. In de zin, zoals ik hem net benoemde, wel inderdaad. Dus het is een... je zou het zo kunnen zeggen. Dus het is een... je kan hem in de browser, kan je het openen... en dan krijg je een desktop die gevirtualiseerd is... waarop je kan samenwerken. Die wordt dan aangeboden vanuit Azure in dit geval. Kijk hoor. Met SaaS-applicaties tussen on-premise applicaties. Ja, klopt, helemaal. En dat kan dus op de desktop, maar dat kan ook op je privé, op je computer die je gewoon vanuit je werk krijgt. Of zelfs op een privécomputer kan je dus SaaS-applicaties gebruiken en legacy-applicaties gebruiken, ongeacht waar ze staan. En je bent overal single sign-on op ingelogd, dus je hoeft maar één keer in te loggen en vervolgens kan je overal meewerken. Vanwege de tijd ga ik heel even verder met deze, want anders loop ik heel erg achter. En deze lijkt wel een beetje op wat we eerder behandeld hebben. En zou je dat kunnen pushen met autopilot? Jazeker, dat kan je allemaal aanbieden met autopilot. Dus je kan ervoor zorgen dat met autopilot aangeboden wordt aan de medewerker. Dat gewoon dus een applicatie is die op je bureaublad of onder je startknop staat. Of als een applicatie in je Android of iOS device. En dat de medewerker daarmee kan werken. Dus Marianne, ik heb het idee dat je hier wel wat meer over wil weten. Laat de vragen gewoon komen, dat is prima. Ik denk ook dat ik even apart even nog een mailtje stuur om hierover later na te praten. Dan kunnen we even wat dieper erop ingaan als je dat goed vindt. Als je kijkt naar het beheer, wat is dan de impact op het beheer als je naar zo'n moderne cloud-omgeving gaat? Is dat het beheer vanuit de cloud gebeurt, hè? Door Intune, wat Marianne al zei. Dus vanuit Intune kan je het...
Kan je alle devices beheren. Je kan veel automation toepassen. Dus je kan ervoor zorgen dat heel veel zaken automatisch gaan. Dat je veel minder handmatig werk hebt. Dus het werkt veel efficiënter. En je hebt veel meer grip op security. En op de devices die je hebt. En wat je wel en niet toestaat. Je hebt minder repeterende taken. En ook veel minder zorgen daardoor. En je hebt veel meer ruimte voor ontwikkeling. Dus je kan veel meer die business ingaan. En Zorggroep Noordwest-Velen had in hun webinar daar wel een mooi verhaal over. Over wat zij nu toe kunnen voegen aan innovatie. Doordat ze naar zo'n nieuwe moderne werkplek zijn gegaan. En iedereen een mobieltje hebben gegeven. Kunnen ze nu echt veel innovatie toevoegen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent. Kijk dan die webinar terug. Of vraag mij het even. Want het past niet om dat hierin uit te leggen. Dus je gaat veel meer van een reactieve IT-organisatie naar een regieorganisatie. Die echt luistert naar de business en waarde toevoegt. Dus je kan met minder mensen meer doen in dezelfde tijd. Of ik zei, voor mij stond hij anders daar. Eentje terug. Ik kan het niet zien, want er zit een overlay bij mij overheen. Ja, met dezelfde mensen meer doen in minder tijd. Ik had hem anders gezegd, maar volgens mij betekent het uiteindelijk hetzelfde. Dus die werkplekbeheer, je zorgt voor een prettige werkplek. En je zorgt dat je doet dat op een device die bij je past. En je kan eigenlijk het hele proces kan je automatiseren en in een programma plaatsen. Dus van levering van een device, of nou een tablet, een telefoon of een laptop of een computer is. Dat kan je helemaal automatiseren. Dus het inrichten wordt geautomatiseerd. De medewerker hoeft eigenlijk alleen maar de eerste keer inloggen en de rest wordt gedaan. Dan wordt ook meteen de hele beveiliging automatisch geregeld. De toegang naar applicaties wordt geregeld. Je kan zelfs online digitale trainingen aanbieden. In de vorm van webinars of in de vorm van kleine video's met chatbots en alles erbij. En alles, de applicaties, teams en bestanden worden automatisch aangeboden. Maar ook het aanpassen, reparatie, monitoren, al dat soort zaken. Dat kan je allemaal of zelf laten regelen door de medewerker of automatiseren. Dus dat is volgens mij ook mijn volgende slide. Als je dan kijkt naar hoe ziet dat er dan uit, zo'n proces, hè? Dan zou je kunnen zeggen dat heel veel standaard processen en self-service, kunnen medewerkers gewoon volledig zelf. Dus daar hoef je als beheerorganisatie niks aan te doen. Daarnaast heb je proactief reageren op basis van alerts en monitoring. Dus we hebben heel veel monitoring tools die ervoor zorgt dat je een alert krijgt zodra er iets moet gebeuren. En dan daarvan ook gebeurt weer heel vaak heel veel dingen automatisch. En uiteindelijk blijft er een klein topje over wat je handmatig moet doen. Je hebt natuurlijk altijd changes en laatste handmatige taken. Dat hebben we ook zoveel mogelijk geautomatiseerd. Maar vanuit de medewerkers krijg je vragen. Of vanuit leveranciers komen er updates. Of er komen andere zaken vanuit Microsoft. Dat wordt allemaal gestructureerd door een beheerorganisatie. En dat kan je dan uitvoeren. En daarnaast heb je natuurlijk nog echt de consulting. Dat je echt als IT-organisatie die organisatie ingaat. En gaat vragen, goh, hoe kan ik jou nou helpen? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat je nog meer en nog beter gebruik gaat maken van de werkplek? En wat hebben we nog niet gedaan wat jou echt zou helpen? Marianne vraagt, voor automatisch toegang tot applicaties moet je dan RBAC inrichten? Is niet meer ingericht bij autopilot. Even denken of ik het begrijp waar je het over hebt. Voor automatisch toegang tot applicaties. Deze wil ik heel graag even doorgeven aan een collega van mij die heel veel weet over autopilot, Dennis. Dus ik ga vragen of ik met jou en Dennis even een keer in een aparte meeting hierover door kan praten, want hij kan jou dat precies uitleggen als je dat goed vindt. Ik ga snel door, want we lopen tegen het einde van de tijd aan. Nou, wat houdt de organisaties tegen om dit te doen? Dat zijn dus die legacy applicaties. Bijvoorbeeld FileShares, waar ze nog heel veel documenten op staan. Die eerst gemigreerd moeten worden naar bijvoorbeeld SharePoint. Printers is altijd een uitdaging. De infrastructuur. Hè, je hebt als organisatie heel veel thin clients. Nou, daar moet je misschien wat mee. Nou, met Windows Virtual Desktop kan je sommige thin clients hergebruiken. En je hebt natuurlijk die werkscenario's. Sommige werkscenario's kunnen al wel naar zo'n cloud werkplek zonder VDI. En sommige werkscenario's hebben echt nog een virtuele desktop nodig. En dat kan dan VDI zijn, maar dat kan dan ook een andere type oplossing zijn. Ik ga hier even doorheen, want hier heb ik het net al een beetje over gehad in mijn verhaal vanwege de tijd. Want ik wil nog even heel kort vertellen, hoe kom je dan tot zo'n moderne werkplek? Hoe pak je dat nou aan?
Eigenlijk zijn er twee strategieën voor. De simpelste en de makkelijkste is, tenminste zo klinkt die in ieder geval, is de Big Bang. Dus je bereidt alles voor. Op het moment T is nul, ga je in één keer als hele organisatie over en zit je in een nieuwe werkplek. Maar dat is wel redelijk een paardenmiddel en daar wordt niet vaak voor gekozen. Dat wordt eigenlijk alleen voor gekozen als het echt niet anders kan. En dat kan niet anders als je bijvoorbeeld in een bepaald soort shared service center zit, waarbij je zo verweven zit met andere organisaties, dat er eigenlijk maar één mogelijkheid is. En dat is je als organisatie daar helemaal in één keer uittrekken. Maar dan moet je in één keer over, omdat de identity zo gekoppeld is met andere omgevingen en applicaties, dat je dat niet stapsgewijs kan doen. Wat je vaker ziet, is wat je hier ziet, is dat de implementatie stapsgewijs gaat. En ik heb hem even heel rigoureus neergezet. Maar dat je dus een gefaseerde overgang gaat van volledig virtueel naar volledig modern. En sommige organisaties komen nooit bij helemaal modern. Dus die houden altijd nog een stuk virtueel. En sommige organisaties hebben nu al geen volledige virtuele meer, maar nog meer een stukje modern. Dus iedereen zit ergens op deze schijf. Iedereen in deze webinar waarschijnlijk. Sommigen staan helemaal aan het begin, sommigen staan helemaal aan het einde. Sommigen zitten misschien ergens middenin. Dus als je kijkt naar wat voor stappen moet je dan nemen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, je kijkt naar de basis op orde. Dus je wilt het begin goed hebben. Je zorgt ervoor dat je de visie op data goed hebt, dus dat je de datamigratie goed uitvoert en goed inricht. En dat je daarna met de applicaties ervoor zorgt dat je een cloud werkplek implementeert. Dus als je dan kijkt naar wat voor projecten zitten daaronder, dan is het bij de basis op orde bijvoorbeeld de identity regelen, de MFA regelen, waar Marianne het net al over had. Exchange Online naar de cloud, omdat Exchange Online echt een randvoorwaarde is om goed te kunnen werken binnen Office 365, maar ook met Intune veel connectie heeft. Dus het is altijd goed om identity en Exchange Online, om daar goed mee te beginnen. Windows 10 en Office Pro Plus zijn vaak belangrijke randvoorwaarden om goed te goed in te richten. En daarna ga je kijken naar content en data. Dus bijvoorbeeld de Teams implementatie, SharePoint migratie, het implementeren van OneDrive, OneNote, sociaal intranet, waardoor je kan communiceren met elkaar. En dit kan natuurlijk in verschillende volgorde, het hoeft niet in de trappenstappen die nu staan, maar dat zijn wel belangrijke projecten om uit te voeren. En daarnaast ga je kijken naar applicaties. Welke applicaties kunnen SaaS aanbieden? Welke applicaties moeten we wat mee? En die kunnen we die aanbieden via Windows Virtual Desktop? Of kunnen we die pushen via Intune? Wat kunnen we nog meer doen? Bijvoorbeeld met kwaliteitsdocumenten of self-service. Hoe kunnen medewerkers password reset doen? Welke applicaties kunnen we op elkaar aansluiten? Dat doen we ook voor veel organisaties. Dat je een soort enterprise service bus inricht in Azure, waardoor de medewerker vult één keer bepaalde data in en vervolgens wordt die data hergebruikt in andere applicaties of doorgestuurd, of kunnen andere applicaties daar gebruik van maken. Nou, dat soort zaken kan je dan op een gegeven moment gaan doen als je wat verder bent in die cloud journey, omdat je de identity in de cloud hebt staan en steeds meer applicaties in de cloud hebt staan. Een andere belangrijke, en daar heb ik heel weinig tijd voor, dus die doe ik even in 2 minuutjes, is adoptie. Dus hoe neem je die medewerker mee? Dus je ziet hier weer die medewerker in het midden staan, die krijgt ineens zo'n telefoon of een tablet of een laptop. En voor sommigen van jullie klinkt het misschien van ja, je had eerst een VDI-omgeving Windows 10, je krijgt nu een laptop Windows 10. Zoveel verandert er niet. En het doel is ook altijd om de nieuwe werkomgeving goed aan te laten sluiten op die oude omgeving. Maar er kan gewoon veel meer, want je krijgt Teams erbij, je krijgt SharePoint erbij, je krijgt Office Pro Plus erbij, waarmee je samen kan werken in documenten. Je krijgt er dus heel veel dingen bij. Er gaan ook misschien dingen weg en dingen zien er anders uit. Je merkt gewoon, medewerkers moeten daarin meegenomen worden. Die moeten leren wat kan er meer, maar die moeten ook leren wat gaat er anders. Dus je kijkt naar de werkomgevingen, dus wat voor devices krijgen ze, hoe werken ze, thuis, hoe werken ze onderweg, werken ze op vaste locaties, wat kan er in efficiënter, kan er reistijd bespaar blijven. We zien dat veel zorgorganisaties nu bijvoorbeeld zorg op afstand gaan doen door Teams in te zetten, dus dat ze teleconsults kunnen doen. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden die erbij komen, maar dan moet je ze wel uitleggen, je moet het wel laten zien, je moet ze wel enthousiasmeren en zorgen dat ze daar de tools voor krijgen. Daarnaast zie je dat er organisaties een bepaald soort cultuur hebben. Er is een angstcultuur, of er is een hele vrije open cultuur, er is een creatieve cultuur. Dus er is een ongeschreven cultuur met bepaalde omgangsvormen. Hoe werken we samen? Wat voor type feedback geef je? Er zijn heel veel ongeschreven regels die echt belangrijk zijn per organisatie om op te halen, om goed te weten
dat je daarop aansluit. Omdat dat kan echt de implementatie van de nieuwe werkplek tegenhouden en ook frustreren en zelfs ervoor zorgen dat het faalt. Omdat mensen zo met een hak in het zand gaan omdat ze bang zijn dat er bepaalde zaken openbaar komen die ze niet willen. Dat kan het heel erg tegenwerken. Dus dan moet je meenemen in je adoptieproces. En ook vaardigheden. Soms komen wij organisaties waarbij mensen zeggen, 60-70% van onze medewerkers die zijn heel slecht met computers. Dus ja, dan moet je eerst het basisniveau omhoog krijgen, want je gaat een nieuwe werkplek geven. En je wil niet dat mensen uit angst daarmee gaan werken en dan meteen het afschieten als het is slecht en het is niet goed. Omdat ze gewoon bang zijn voor het nieuwe. En die angst komt ervan, omdat ze gewoon niet genoeg begrip hebben van digitale middelen. Dus dan moet je dat eerst omhoog brengen. Zowel de basis, maar ook vakinhoudelijk en digitaal. Hoe werk je digitaal? Hoe werk je veilig? We doen ook wel eens phishing mails expres rondsturen binnen een organisatie. Om te kijken hoe wordt daarop gereageerd? Hoe mensen klikken op die link? Wat voor informatie geven ze dan? Om grip te krijgen op hoe ziet zo'n organisatie eruit? En hoeveel rekening moeten we daarmee houden? En dus het werkproces. Dus hoe gaat de kennisoverdracht? Hoe wordt er gewerkt met documenten? Hoeveel wordt er vergaderd? Hoe wordt er vergaderd? Komen mensen altijd op tijd? Komen mensen te laat? Wordt het een notulus gemaakt? Is er een bepaalde structuur aanwezig? Dus het is heel goed om die werkprocessen in kaart te hebben. Welke applicaties worden er gebruikt? Wat hebben die applicaties nodig? Hebben ze lokale Word nodig? Hebben ze dat altijd nodig? Welke medewerkers maken hier gebruik van? Dus het is goed om dat allemaal in kaart te hebben als organisatie, zodat je die nieuwe werkplek goed kan inrichten, maar ook dat je die medewerker goed kan meenemen in hoe zij zo meteen slimmer en efficiënter kunnen werken. En dan kijk je eigenlijk naar harde en zachte vaardigheden. Dus als je het hebt over harde vaardigheden, dan gaat het over in werken met MFA of werken met een nieuwe Office pakket of werken met Teams en hoe organiseer je een live vergadering. Dus dat heel erg over tooling. Dus je hebt allemaal applicaties op je omgeving. Hoe werk je nou echt in die omgeving? Maar daarnaast heb je ook zachtere vaardigheden. Dat is namelijk het vertrouwen in je eigen vaardigheden, het vertrouwen in elkaar. Dat gaat over open en continu blijven leren. Dat gaat over delen in plaats van een bijlage naar elkaar mailen. Dus dat gaat echt veel meer over het efficiënter werken en communiceren met elkaar. En beide hebben een andere aanpak nodig, maar beide moet je wel meenemen als je zo'n nieuwe werkplek gaat inrichten. Omdat je anders dan is zometeen de werkplek technisch naar behoren geïmplementeerd, maar is het project toch mislukt omdat de medewerkers ontevreden zijn. Ik ga over mijn tijd heen, dus ik wil gaan afronden. Ik hoop dat jullie het een interessante sessie vonden. Zoals gezegd, vond je het interessant en wil je er één op één over doorpraten met mij of met een technisch collega van mij, omdat je nog specifieke vragen hebt, stel ze gerust. Dat kan in een één op één gesprek of in een inspiratiesessie. Dan vertel ik hetzelfde als dit, alleen dan groter en laat ik meer zien. En doe ik dat intern voor een aantal stakeholders binnen je organisatie. Je mag altijd onze hulplijn mailen en bellen, dus thuiswerken@rapidcircle.com of bellen naar 088-056-6105. Mocht je vragen hebben over bepaalde zaken, dan kunnen we je daar vrijblijvend mee helpen. Ik ben erg benieuwd wat je van deze webinar vond. Dus ik ben iets uitgelopen in de tijd, maar ik ga hem toch nog even plaatsen. Dus ik zet er een poll neer. Ik ben erg benieuwd of je het een interessante webinar vond. En vond je het nou minder interessant? Zet dan ook gewoon in de chat of even op de mail wat je mij adviseert om de volgende keer beter te doen. Want ik wil heel graag leren en ik wil graag zo goed mogelijk aansluiten bij jullie behoeften. Dus ook als je andere onderwerpen wil zien of als je ergens anders in geïnteresseerd bent, laat weten. Want dan gaan we daar een webinar over plannen. Inmiddels hebben wij veel ervaring. Volgende week gaan we het hebben over zo vergroot je eenvoudig de beveiliging van je Microsoft 365 omgeving. Dus dat gaat over de Secure Center van Microsoft. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je een veilige omgeving kan inrichten op verschillende devices en in het werk, zodat je data, applicaties en devices kan beveiligen. Ik hoop jullie daar allemaal weer te zien. Ik hoop dat jullie het een interessante sessie vonden. En tot een volgende keer. Dankjewel. Doeg.